Goedendag. Zondagochtend woelige luchten boven Brabant, dat was al duidelijk zichtbaar. En we krijgen ook weer opnieuw te maken met buien. En daar zitten een paar stevige exemplaren tussen. Ik ga daar in deze verwachting verder op in. Ik ga ook verder kijken wat er deze week gaat gebeuren. En ik kan u nu al vertellen dat het toch wel weer een zeer wisselvallige week gaat worden. Van stabiel weer over een langere periode is absoluut geen sprake. Laten we maar eens gaan kijken naar het Duitse model, het Icon D2-model... en naar die buienactiviteit die er later vanmiddag en vanavond gaat komen. We zagen deze ochtend al wat neerslag boven Zeeland, Zuid-Holland en delen van Brabant. Dat is allemaal nog niet zo heel actief. Het zijn wel buitjes, maar het stelt nog niet veel voor. Als ik de animatie aan ga zetten, dan zien we geleidelijk aan wel wat andere dingen gebeuren. Er komen dan in de loop van de middag stevige buien vanuit België opzetten. En ook in het noordoosten, waar het heel warm kan worden vandaag, relatief gezien, dan gaan we wel naar een goede 23 graden, kan ook zomaar een bui tot ontwikkeling gaan komen. Maar deze buien, dat zijn de buien die we in de gaten moeten houden. Er is kans op onweer, hagel, windstoten ook, tot zo'n 75 kilometer per uur. En er kan even in korte tijd veel water vallen, 10 tot 20 millimeter. En die buien die trekken dan naar het noordoosten en zullen in de loop van de avond het land gaan verlaten. Wat direct opvalt, dat zijn eigenlijk dat het allemaal hele losse buien zijn. En dat betekent dat lang niet overal die slechte omstandigheden gaan komen. Dat zal van plek tot plek heel sterk verschillen. In ieder geval is het wel zo dat ze in heel het land kunnen gaan optreden naarmate de middag en avond vordert. En dat we dus ook voor het hele land een code geel waarschuwing hebben uitstaan voor deze buien. Ik zet de animatie nog even verder in beweging. Dan komen we uiteindelijk aan zo in de avond. Dan zien we in de avond dat die buien zich vooral nog in het noorden bevinden. In het zuidwesten is het dan weer droog geworden en ook opgeklaard. Dat zijn de buien voor vandaag, want ook morgen krijgen we met buien te maken. Ik zal de animatie nog even in beweging zetten. Nou, de nacht en ochtend verlopen dan droog. Misschien een buitje nog in Limburg en dan maandag overdag later, dan komen er weer wat nieuwe buien. Ik verwacht niet dat deze buien zo actief zullen zijn als de buien die we dan later vanmiddag gaan krijgen. In Duitsland is dat een ander verhaal. Goed, samengevat op de kaart ziet dat er als volgt uit. Een code geel waarschuwing voor onweersbuien met mogelijk flink wat water in korte tijd. Hagel en windstoten. En die waarschuwing die geldt vanaf een uur of 4 vanmiddag tot een uur of 9 vanavond. Dat varieert een klein beetje met de regio's. Want die buien die trekken dus van zuidwest naar noordoost. Temperaturen die lopen vanmiddag nog wel aardig op. Op de meeste plaatsen toch wel boven de 20 graden. Hoogste temperaturen in het noorden. En als die buien eenmaal gaan vallen, dan zal het zo'n 16, 17 graden worden. De wind die heeft een zuidelijke voorkeur. Later vanavond zijn de buien dus verdwenen. En dan gaan we naar morgen kijken. Morgenochtend wolkenvelden en zon. In de middag valt er dan hier en daar een bui bij temperaturen van zo'n 18, 19 graden. De wind waait uit het zuidwesten, is meest matig. En dat betekent dat het aan zee wel wat koeler aanvoelt. 16 graden zal het daar ongeveer gaan worden. Goed, dat is dus voor deze zondag nog. En voor morgen overdag, dan gaan we wat verder kijken. Dan begin ik met de bovenlucht, want de bovenlucht die zegt altijd wel iets over stromingen en onstabiliteit. En wat opvalt is dat er flink wat koude lucht is boven onze omgeving. En daardoor is het erg onstabiel. En voorlopig gaat dat ook niet verdwijnen. Sterker nog, we krijgen een hele mooie karakteristieke omega-structuur. Die gaat zich ontwikkelen aan het eind van de week. Hier zien we dat al een beetje met het hoge drukgebied boven de oceaan. De kou boven de Benelux en Frankrijk, ook wel Duitsland en het Alpengebied. En hier zit dan ook zo'n koude bel. En dan krijg je die typische omega-structuur zoals de Griekse letter loopt. Dat zorgt hier eigenlijk voor een blokkade. Daar hebben we niet zoveel aan nu, want wij zitten dus nu met al die buien die er voorbij gaan komen. En ook aan de grond kunnen we eigenlijk dit mechanisme wel terugvinden. Want als ik de grondkaart erbij aanzet, dan zien we dinsdag een lage drukgebied ten westen van Ierland en Groot-Brittannië. En dat lage drukgebied dat gaat koersen richting Duitsland. Ik zet de animatie aan, dan moeten we ook direct even op Nederland letten. Steeds die buien die over gaan komen, dat verandert eigenlijk niet. En dat gaat de hele week maar door. Uiteindelijk, donderdag, vrijdag, ligt dat lage drukgebied dan zo'n beetje boven de Noordzee. En dan kan de stroming ook gaan draaien naar een meer noordwestelijke stroming. En dan voelt u het al aankomen, dan kan er zomaar ook wat koudere lucht onze kant op gaan komen. In het weekend zou de temperatuur wel eens onder de 20 graden kunnen blijven. Is nog niet helemaal zeker, want er zijn ook wat oplossingen dat die wind toch wat meer uit een westrichting blijft waaien. Maar die kans is niet zo groot. We gaan even uit van dit scenario.
We zien dan nog steeds dat lage drukgebied boven Europa. Ook in het Alpengebied, tweede helft van de week, heel veel neerslag daar. En zondagnacht zien we dan dat de wind wel weer gedraaid is. Dan hebben we te maken met een meer west-zuidwestelijke stroming. Maar ja, ook dan zien we nog steeds heel veel nattigheid in onze omgeving. En die nattigheid die kan dan ook weer richting Nederland komen. Dus het weekend zou ook wel eens heel wisselvallig kunnen gaan verlopen. Al met al is het dus heel wisselvallig, die laatste meiweek. En er komt nog veel meer nattigheid bij. Dit is het Europees model en dan kijken we naar de accumulatie van neerslag nog voor de komende week. En dan zien we dat er nog grote hoeveelheden bij gaan komen. Dat zal nog niet helemaal precies zijn zoals het hier staat. Maar toch, laten we er maar van uitgaan dat er toch zo'n 30 tot 60 millimeter water op sommige plaatsen of op veel plaatsen bij gaat komen. En er is al zoveel gevallen in mei. Het is een kletsnatte maand. In delen van Brabant en Limburg zitten we al bijna tegen de 200 millimeter aan. En waarschijnlijk gaan we daar dus deze week gewoon overheen in het zuidoosten van het land. En dat betekent dat mei misschien wel recordnat gaat worden op veel plaatsen. Veel neerslag dus, veel wisselvalligheid. U kunt zich voorstellen dat ik dan ook voor iedere dag buien heb aangegeven bij temperaturen rond de 18 graden. De wind die blijft lang in de zuidwesthoek, gaat dan geleidelijk aan draaien naar het noordwesten. Dat heeft u ook gezien. En dan is het zaterdag 1 juni. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, qua temperatuur gaat juist die temperatuur waarschijnlijk net iets naar beneden. He, dan hebben we misschien die noordwestelijke wind, die noordenwind misschien wel. Maar daarna dan gaat die temperatuur, zoals het er nu naar uitziet, toch een klein beetje omhoog kruipen. En op sommige regio's in het zuiden en oosten komen we misschien dan wel in de loop van volgende week uit richting die 25 graden. Hoe zit het met de neerslag? Ten slotte is dat, nou, kletsnatte week voor de boeg. Dat is wel duidelijk. Maar goed, na het weekeinde ziet het er allemaal wat droger uit. Voorlopig dus een wisselvallig en nat weer. En let op de buien zondagmiddag en zondagavond. Fijne dag.